Liefhebbers van kunst en cultuur konden afgelopen weekend terecht in het voormalig schoolgebouw naast de Annakerk. In dit gebouw aan de Amsterdamse weg zitten tegenwoordig een aantal ateliers van kunstenaars die in het weekend van 28 en 29 januari twee open dagen hielden. Na de opening, die gehouden werd op wethouder John Levy, konden bezoekers een kijkje nemen in de ateliers van de vier kunstenaars. Het is leuk, het is een heel breed spectrum aan werk. Eigenlijk vind ik dat ik meer dan genoeg heb gezegd. Ik heb uw historisch besef een beetje bijgespijkerd. De kunst van nu kunt u zo dadelijk, voor zover u het niet al gedaan heeft, bekijken. En ik wil graag speciale aandacht nog, mag best even geklapt worden, vind ik, voor even een kort vriend. Die volledig gaat improviseren. Veel plezier, dank u wel. De spanning is heel spannend. En ook die grote stukken die eruit zijn. Hè. Het is echt een gebouw, een oude opera of een schouwburg. Dat het is zo in verval dat dit lokaal hè, heeft in feite ook verwantschap mee. Dus op een vervallen muur komt het nog eens beter uit en met deze vloer. Ja. Dus, maar ook op een rustige wand, uiteraard. Hè. Maar ik vind het heel spannend hier.